broodnodigbrood. Een midweekse overwinning op FC Emmen, dat moet voor een ploeg wel vertrouwen geven. Ja, zeker. Maar elke trainer zou zeggen, en een team, het is nog geen garantie naar morgen toe. Maar het is altijd lekker als je doorbekert. En dat ze, ja, ze hebben goed gepresteerd. Dus dat was ook het compliment. Ja, want je bracht een aantal spelers die misschien een basisplaats hadden verloren. Of in ieder geval een reserverol hebben. Ook die zie je, die presteerden dan naar behoren. Win je van FC Emmen, dat geeft voor jou ook wat meer keuze weer. Ja, we hebben wel wat meer keuze. En het geeft ook aan dat die... Ja, dat die spelers voelen dat ze ook zeker volwaardig lid zijn en hoe ze met elkaar omgaan. En dat ze voor elkaar ook willen gaan, wie het ook is. En dat compliment gaf ik aan het team, aan die jongens. Maar ook als je een naam moet noemen, gaf ik het voorbeeld aan het team van JP. Hè? Dat je in moet komen. Ja, die heeft 6 kopduels in 5 minuten volgens mij. Ja, dus dat hebben we ook benoemd, omdat dat belangrijk is. Die heeft zijn taak zo goed mogelijk gedaan, heel bevlogen, maar ook goed gedaan. Nou, dat is belangrijk voor het team en dat wil ik dus eigenlijk steeds iedereen aangeven, wie er ook in komt of er even naast staat. Ja, we doen het met elkaar, klinkt het dan zo mooi. Ik snap de teleurstelling, dat niet altijd speel, maar we hebben wel de keuze en daar handelen we dan ook naar. Ja, morgen wacht dan Go Ahead Eagles. Een hele andere ploeg, een hele andere wedstrijd wordt dat weer, hè? Ja, zonder meer. Iedereen weet als ze hier naartoe komen hoe het hier gaat. Uitverkocht huis, fantastisch weer met de supporters. Ja, dan gaan ze natuurlijk heel erg gesloten spelen. Ze willen wel aanvallen. Het is wel een ploeg wat durft aan te vallen op een andere manier. En zo ken ik de collega-trainer ook. Maar het zal weer natuurlijk een zware partij worden. Tegelijkertijd hebben we wel het vertrouwen om er alles aan te doen en die punten hier te houden. Ja, want het feit dat ze al 8 wedstrijden niet verloren hebben, waarvan redelijk wat gelijk. Maar toch, het is een stug ploeg. Ja, stug, fysiek. Goed vanuit de taken. En er zit ook energie natuurlijk in zo'n team. Dus we weten wel, er zit wel een gedachte achter. En daar moeten wij ook rekening mee houden. En naar onszelf kijken. Wat hebben we nu geleerd vanuit Emmen? Tegelijkertijd de voorgaande wedstrijden. Wie hebben we tot onze beschikking? Er komen weer wat mensen terug. Dus dat wordt alleen maar interessant.